Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op Itzeltrex, de enige echte natuurlijk. Nou, ik heb besloten om alle evenementen wat ik van plan was om dat te bewaren voor de vakantie. Ik moet nog naar kerstshows toe. Ik ben nog naar geen één kerstshow geweest, omdat ik eigenlijk in het weekend te moe ben om ergens naartoe te gaan. Ik heb de hele week dan gewerkt en het weekend is dan echt voor mij. Gewoon lekker rustig aan doen, lekker uitrusten. Want ja, maandag dan moet ik weer beginnen. Dus ik heb bij mijn eigen gedacht van, weet je wat ik doe? Ik doe het laatste weekendje, doe ik ook nog eventjes rustig aan. En dan kan ik in mijn vakantie, op mijn gemakkie, kan ik alles gaan doen. Dus dat is eigenlijk een klein beetje mijn planning eigenlijk. Dus gewoon eventjes, ik gooi het gewoon even op de grote hoop. En we gaan binnenkort gaan we dus weer kerstshows opnemen. Normaal eigenlijk doe ik dat ook ongeveer in mijn vakantieperiode. Doe ik dat altijd om dan naar die kerstshows te gaan. Dus eigenlijk is er niet echt heel erg veel veranderd. Ja, dat betekent dus dat ik weer afgelopen weekend lekker rustig aangedaan heb. Lekker bijgekomen ben. En ik had gewoon geen zin om de deur uit te gaan. Dat ook. De vakantie heb ik meer tijd. En dan heb ik meer de tijd ervoor om leuke dingen te doen. Het was het weer even lekker rustig aandoen. In ieder geval is het vandaag weer maandag. Dit is opgenomen op dezelfde dag dat het gepubliceerd wordt. Als het goed is. Anders is het een dag later. Maar dat wou ik dus nog eventjes kwijt. Wat ik ook nog even kwijt wil. Dat is echt heel grappig. Ik zat net, voor mij was het Linktijger, zat ik te kijken. Die had ook al een video erover. TikTok. Ik heb het ongeveer, wat zal het geweest zijn? 1 maand volgehouden op TikTok. En ik stop met TikTok. Ik schijn ermee uit. Het is niet mijn platform waar ik me happy bij voel. Het is niet mijn platform om daarop te acteren. Ik vind het ik vind het 300 keer niks. Ik heb in livestreams gezeten van wildvreemde mensen, enge mensen, rare mensen. Ik heb filmpjes opgenomen. Ik ben heel vaak te gast geweest bij mensen in een livestream. Dat ik dacht van, wat kom ik hier eigenlijk doen? Wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? En ik ben ermee opgehouden. TikTok is helemaal niks voor mij. Ik heb daar niks te zoeken. Ik ben me werkelijk rot geschrokken wat ik daar allemaal niet voor achterlijke pauper dingen tegenkom. Ik dacht dat de YouTube scene verrot was. Dat is het ook wel. Maar jeetje. Nou, ik zit toch liever op YouTube dan op TikTok. TikTok is echt helemaal niks voor mij. Joost was al veel eerder zat. Ramon die is nog een beetje zwevend. Die vindt het allemaal wel leuk allemaal. Maar voor mij is het helemaal niks. Ik scheid ermee uit. Ik kap ermee. Ik heb mijn kanaal heb ik leeggemaakt. Alle video's die ik had, die zijn weg. Ik heb 1 video nog laten staan. En dat is de laatste video waarin ik aangeef dat ik ermee kap. Dus dat is ook eigenlijk gebeurd. Gisteravond was eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen. Ik ga niet helemaal in details treden. Maar dat was echt heel erg raar en sick. En ik heb daar geen zin in. Ik heb gewoon een. Ik wil gewoon een normaal leven leiden. Met normale mensen. En niet met achterlijke randebielen. Die heel erg raar doen. En een beetje ziek in de hoofd zijn. Want ik heb echt hele geflipte mensen gezien. Echt waar. Ik dacht dat ik af en toe wel eens geflipt was. Maar prettig gestoord dan.
Maar dit was echt niet normaal. Wat ik allemaal op TikTok voorbij heb zien komen. Jeetje zeg, wat een verschrikking. Ja, ik weet niet of dat andere mensen ook ervaring hebben met TikTok. Maar ik heb livestreams gezien. Echt serieus, ongelooflijk. Mensen die slapen in een livestream. En dan kun je ze gifts geven. En dan worden ze elke keer worden ze wakker gemaakt. Ik heb nog meer. Ja, ik heb zoveel gekke dingen gezien. Nee, het is niet mijn platform. En ik kap er lekker mee. Ik ben er een beetje klaar mee met al dat gezeik en het gezeur allemaal. Dus ik ga gewoon lekker verder op YouTube. Wat ik al alweer bijna 6 jaar doe. En nog steeds met veel plezier doe ik dat. En ja, ik maak mijn video's wel lekker op YouTube. Dat vind ik veel beter. Dan zit ik echt in mijn comfortzone. Zit ik daar. En dat bevalt me een stuk beter dan op TikTok. Wat de figuren zeggen. Jeetje. Ja, ik ben er eigenlijk wel een beetje van geschrokken. Wat ik daar allemaal voor pauper dingen gezien heb. Dan is het YouTube scene toch echt 300 keer beter. Moet ik ook niet echt al te hard zeggen. Want er zijn altijd mensen erbij die verrot zijn. Maar dat is bijna overal is dat. Op heel de wereld is dat. Dat de mensen verrot zijn. Maar nee, ik heb dan liever toch die mensen. Dan dat ik op TikTok echt complete volslagen idioten zie. Want het was echt, het was niet normaal. Dus daar ben ik ook mee gekapt. Ik ga gewoon weer lekker. Ik ga gewoon weer lekker op YouTube verder. En ik ga het voor de rest, eigenlijk de livestreams die ik deed. Ik deed dan livestreams, deed ik. En dan konden andere mensen meekijken. Ja, heb ik een tijdje gedaan. Maar dat voel ik ook niet echt op mijn gemak of zo. Het is toch altijd dat de vreemden mee zitten te kijken met je. Ik ga gewoon weer terug op Skype. Skype is eigenlijk mijn vervanger. Eigenlijk. Ik hoop dat alle mensen die ik wel mocht overstappen. Ik ben me nog ben ook heel erg bang voor dat dat niet gaat gebeuren. Ik heb een berichtje geplaatst van joh, zullen we overgaan op Skype? Ik heb verder niks meer gehoord. Dus ik verwacht dat dat niet zo is. Nou ja, jammer. Een maand geleden kon ik die mensen nog niet. En ging ik er ook niet mee om. Dus als ze niet willen, dan willen ze maar niet. Dan ga ik gewoon weer op de oude voet verder. Gezellig gewoon. Oh, lekker op YouTube. Lekker filmpjes maken. Gamevideo's moet ik ook weer eens een keertje weer even gaan maken. Is ook altijd heel erg leuk. En gewoon weer lekker het oude vertrouwde. Wat ik al 6 jaar doe. En dat bevalt me veel prima. Ja, bevalt me veel beter dan al dat gedoe allemaal op TikTok. Dus bij deze dus weer even praatvideootje. Nog 3 dagen. En dan heb ik vakantie, jongens. 3 dagen nog. En dan 3 keer vroeg mijn bed uit. En dan gaat mijn vakantie eindelijk beginnen. Gelukkig. Ik ben er echt hard aan toe. Om lekker vakantie te vieren. Dus laat de vakantie maar snel gaan beginnen. Ik ben er klaar voor. Ik heb echt wel weer zin om lekker mijn eigen dingetjes te doen. Ik ben nou ook weer volop bezig met Metro Simulator. Daar ben ik ook weer mee bezig. Geweldig. Ik blijf dat een geweldig spel vinden. Ik heb natuurlijk nog een heleboel andere spellen. Ik moet eigenlijk ook nog een stuur gaan kopen. Dat wil ik ook nog in mijn vakantie gaan doen. Want dan kan ik beter Euro Truck Simulator spelen. En ook beter. Hoe heet dat spel ook weer? Hoe heet dat spel? Nou, Omzi heette dat. Omzi. Die wil ik ook gaan spelen. Die heb ik ook toegekocht. Daar heb ik nog eigenlijk niks mee kunnen doen omdat ik geen stuur heb. Ik ben eigenlijk een beetje afhankelijk van een stuur. Want bij Omzi heb je echt een stuur nodig. Euro Truck Simulator is ook een stuk beter met stuur. Dus ik ga lekker zo'n stuur kopen. En dan ga ik lekker weer video's opnemen voor jullie. Dus dat komt allemaal heel goed. Ik ga er ook nog eens een keertje even een Metro Simulator filmpje maken. En dan komt het allemaal wel weer goed.
We gaan in ieder geval ook nog kerstshows doen en zo. En er komt nog Efteling aan. Dus ik weet niet hoe lang dat nog duurt. Moet ik even kijken. Ik zit er toch echt aan te denken om... Ja, dat dit toch echt het allerlaatste jaar is voor mij in de Efteling. Want ja, ik heb het eigenlijk een beetje hetzelfde als TikTok. Ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee. Het is mooi geweest. Een mooi boek kan afgesloten worden. Ik heb echt een hele hoop leuke dingen gedaan in de Efteling. We hebben gelachen, lol gehad. Maar ik vind het nou niet echt heel erg best meer. Dus tijd om er een einde aan te maken aan het Efteling avontuur. Er zijn nog een hoop andere dingen die ik kan filmen. We hebben de kermissen nog gelukkig en zo. Dus ja, het zal niet gemist worden. Want er zijn nog een hoop andere dingen wat ik kan filmen, gelukkig. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken, jongens. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze video leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen, de groeten van deze kant, jongens. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.